Als je koelkast het niet meer doet, dan kan het verschillende oorzaken hebben. Als je de volgende stappen doorloopt, dan kom je erachter waarom jouw koelkast niet meer koelt op gas. Dat kun je controleren door te kijken of die wel op de gasstand staat. En dus niet op de stroom of de 12 volt. Een andere controle die je even kunt doen, is controleren of de gasafsluiting richting de koelkast geopend is. Dat doe je bij deze buizen. Deze moet altijd met de pijp meestaan. Als ze met de pijp meestaan, betekent het dat het gas er doorheen kan. Ik heb nu zowel de koelkast als het gasfornuis geopend. Want als ook het gasfornuis het niet doet, is misschien wel de gasfles leeg. Nou, zoals je ziet, ligt het in ons geval in ieder geval niet aan de gastoevoer. Volgende controle die je dan kunt doen, is controleren of de ontsteker het wel doet. Dat doe je door deze knop om te draaien en de ontsteker aan te zetten. Hoor je hem nou nu niet tikken, dan is de ontsteker defect. Wat ook nog zo kan zijn, is dat de huishoudaccu zo leeg is dat hij geen stroom heeft om de ontsteker af te laten gaan. Dan moet je eerst even de huishoudaccu opladen. Controle nummer 3. Heb jij wel gas en hoor jij de ontsteking tikken, maar gebeurt er verder niks, dan kan het zo zijn dat het misgaat in je branderhuisje. Om daarachter te komen moet je het onderste rooster verwijderen en dan zit hier onderin het brandenhuisje. Zie jij hier nou geen vlammetje, dan is het raadzaam om het brandenhuisje even goed schoon te maken. Wil je weten hoe je dat moet doen? Kijk dan eventjes naar deze video. Controle nummer 4. Heb jij wel gas? Hoor jij wel de ontsteking en zie jij hier een vlammetje branden? Maar is het zo dat wanneer jij binnen de bedieningsknop loslaat van het gas, hij meteen uitgaat? Dan kan het zo zijn dat de thermokoppel kapot is. Wil je nou weten hoe je de thermokoppel kunt vervangen? Kijk dan even naar deze video. Ben jij nou op zoek naar meer klusvideo's? Kijk dan even op www.nkc.nl.